Culemborger kent het Elisabeth Weeshuis Museum. Een prachtig museum in Culemborg. Onlangs gebeuren er twee bijzondere dingen. Op de eerste plaats gaat het museum per 1 april dicht, terwijl er een nieuwe expositie zou starten. En op de tweede plaats zal op die dag mevrouw Leonieke Terlouw beginnen als een nieuwe directeur van het Elisabeth Weeshuis Museum. Leonieke, hoe is het om directeur te zijn van een museum wat dicht moet op de dag dat je gaat beginnen in je nieuwe baan? Ja, dat had ik me natuurlijk heel anders voorgesteld. Net als de hele wereldbevolking heb ik me ook aan moeten passen aan de situatie. Ik had uitgezien naar veel bezoekers, naar het geluid van kinderen, naar de geur van koffie. Maar ik heb iets anders bedacht en ik ben brieven gaan schrijven naar onze 60 vrijwilligers. Handgeschreven, daar schrokken ze misschien een beetje van, want dat was tussen de smartphones en de laptops even iets heel anders. Er is heel enthousiast gereageerd met heel veel mooie verhalen over mensen wie ze zijn. Persoonlijke verhalen, maar ook over Culemborg. Over hoe zij coronatijd ervaren en hoe zij de toekomst zien van het museum. Dus ik heb eigenlijk al heel veel geleerd. Wat een goed idee. Ja, het was heel leuk. Het was echt hartverwarmend. Ja. Echt leuk om zo toch de mensen te leren kennen. Ja, ja. Ontzettend leuk. Ja. En wat heb je gedaan voordat je hier begon als de nieuwe directeur? Ja, ik heb aan de Kunstacademie gestudeerd en later kunstgeschiedenis. En ik ben begonnen in het Centraal Museum in Utrecht. Ja. Veel educatief werk gedaan, dus veel met kinderen gewerkt en jongeren. En veel evenementen georganiseerd onder de Kindermuseumnacht. Mm-hmm. Dat vond ik wel een heel leuk moment. En later ben ik meer in de ontwerprichting uitgegaan. Dus eerst in de culturele sector laten gaan ontwerpen. Eerst bruidsjurken. Oh, ja, dat is heel anders. Maar als je met kunst bezig bent, dan wil je ook kijken, kan ik het zelf? Hè? Kan ik zelf dingen maken? Dus je handen gaan kriebelen. En ik had natuurlijk ook kunstacademie gestudeerd. Ja. En daarna ben ik monumenten gaan ontwerpen voor overleden kinderen. Oh. Dus best wel zware, maar wel hele mooie baan. Echt wel bijzonder, daar heb ik heel erg veel geleerd. Dat is ook wel een bijzonder vak, denk ik. Maar wel iets wat je denk ik niet echt 20 jaar volhoudt. Je bent veel bezig met de dood. Dus ik begon wel weer te verlangen naar de culturele sector. Uh-huh. En zo ben ik gaan zoeken. En zo ben ik ook hier terechtgekomen. En wat maakte dat je de vacature zag, de advertentie zag en dacht van yes, dat wordt mijn baan. Ja, dat was eigenlijk het onderwerp. De wezenzorg. Dus ik was al veel bezig met kinderen. En ook het verdriet daaromheen eigenlijk. En vanuit het huis uit ken ik het onderwerp wel goed. Mijn ouders hebben heel veel pleegkinderen opgevangen. Okay. Dus door de jaren heen hebben wij 30 kinderen gehad in crisisopvang. In de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Later echt heel veel pubers. Ja. Dus ik ken het van dichtbij. Ik weet hoe zwaar dat kan zijn, de problematiek. Maar ook hoe vanzelfsprekend het is. Ja. En voor mij en mijn broer was het gewoon totaal vanzelfsprekend dat er iemand zich even aansloot. En het ontroerende vind ik ook aan het verhaal van dit weesmuseum, is de zorg die je eigenlijk geeft. Mm-hmm. Het weeshuis is opgebouwd als een nobel iets om kinderen voeding te geven, kleding en onderdak. Ja. En dat ken ik van huis uit ook. Je geeft heel veel. Ja. En ik weet van mijn ouders ook, je moet echt bereid zijn te geven en niks terug te verlangen. Want soms, je bent maar een station in iemands leven. Maar dat maakt jou wel de perfecte directeur voor deze functie, denk ik. Zowel qua opleiding ook als uit je persoonlijke geschiedenis. Ja, ja. Dus ik hoop dat de sollicitatiecommissie het dus ook zo zag. Nou, ja. Blijkbaar wel. Op het moment ook dat jij zou starten, is er een nieuwe expositie ingericht. Ja. Schuilen in Culemborg, over onderduiken in de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Kun je iets vertellen over de aanleiding voor de expositie? We vieren dit jaar 75 jaar bevrijding. We hebben helaas niet veel kunnen vieren wegens corona. Maar ik hoop dat iedereen, andere musea, ook nog veel kans krijgen komende half jaar om daar bij stil te staan. En het Elisabeth Weeshuis Museum heeft gekozen om de onderduikverleners te eren. En daar is een hele mooie, bijzondere tentoonstelling uit ontstaan. Dus die wil ik je graag laten zien. Oh, ik ben nieuwsgierig. Ja, ja. Zo, we gaan helemaal naar zolder. Ja. Dat past ook wel bij het idee van onderduiken. Ja, van verstoppen. Ja. Nou, ik laat je graag ook het verhaal zien hier. Waar zijn we hier aangeland? Ja, we willen eigenlijk twee dilemma's belichten van het schuilen, van het onderduiken. Je hebt aan de ene kant de vraag van, nemen wij mensen in huis?
Ja. En dat is natuurlijk verschrikkelijk spannend. De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat daar de doodstraf op staat. Ja. Dus dat is een enorm dilemma. Er zijn zelfs gezinnen die dat doen. Dus die gewoon kleine kinderen hebben en die dan mensen op zolder horen. Ja. Vaak worden zij onwetend gehouden. Maar ja. Toch hoor je later van verhalen dat ze misschien meer wisten dan de ouders door hadden. Ja. En aan de andere kant vertellen we het dilemma van gezinnen die moeten beslissen, gaan we onderduiken? Dus met de wijsheid achteraf is dat misschien makkelijker. Ja. Maar hier laten we bijvoorbeeld het dilemma zien voor de Joodse familie van Spier. Ja. Met vader en moeder en dochter Sientje en zoon Eli. Ja. En samen met je eigen gezin kun je nu die dilemma's door gaan nemen. Dus je krijgt een soort gesprek met elkaar. En daarin ga je kijken van, gaan we uit elkaar? Ja, gaan vader en moeder ergens anders dan de kinderen? Of blijven we bij elkaar? Ja. Gaan we überhaupt onderduiken? Zijn die gruwelheden echt zo erg in Duitsland? Hè? Veel werd nog gebagatelliseerd, want mensen wisten het ook nog niet helemaal hoe dat zat. Ja. Dus bezoekers gaan eigenlijk aan de lijve ervaren welke keuzes en welke spanning dat ook oplevert. Ja. Om al of niet te kiezen voor onderduiken of het nemen van onderduikers. Ja. Dat is een mooie... Ja. Ja. Ja, en hier doe je dus dat in gesprek, maar je gaat het echt zelf aan de lijve ondervinden. Ja. En dat is heel bijzonder. Dus uiteindelijk besluit deze familie ook echt uit elkaar te gaan. Dus Sientje en Eli, die verhuizen naar de Zandstraat 23. Dat kennen de mensen wel als de Smit, denk ik. Ook daar hebben we wel eens gefilmd. Ja. En de ouders die gaan naar Juffrouw Kap. Dat is een chic landhuis. Dus ze gaan echt uit elkaar. Hele zware beslissing lijkt me dat. Mm-hmm. Nou, de ouders, Mietje en Marcus, die gaan dus bij mevrouw Kap in huis. En daarvan hebben we ook een schuilplaats nagebouwd. Later komt Eli ook weer bij hen wonen. Dus ze kan jullie kijken. Wel iets laten zien. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben met mijn eigen kinderen ook hier geweest. Ja. En de meeste mensen verwachten toch dat er hier iets zit. Ja. Dus je mag ook als bezoeker gewoon onderzoeken van hoe werkte dat dan precies. Ja. Maar uiteindelijk kwam mijn zoon erachter dat het dus achter het schilderij is. Ongelooflijk. Ja. Dus bij gevaar moesten mensen dus een plek vinden die de Duitsers niet konden vinden. Ja. En hier is besloten om boven de deur achter het schilderij... Het hele huis ging vol schilderij. Het was een heel bijzonder huis. Ja. Dus... Ging je niet elk schilderij oplichten als er een huiszoeking was? Nee. Het is ongelooflijk, want kon hier één persoon in? Ja, ik heb er zelf ook even... Hè, dat is ook echt de bedoeling, je mag als bezoeker het echt ervaren. Dus je gaat er gewoon in. Ja. Ik weet niet of ze hier met z'n drieën hebben gezeten. Dat weet ik. Er waren waarschijnlijk ook nog wel meer onderduikers. Ja. Dus misschien zaten er wel meer plekken. Even kijken. Waar staan we nu? Hier zien we een luchtfoto van Culemborg. Ja. En de vlaggetjes geven aan waar er werd ondergedoken. De zwarte vlaggetjes geven zelfs aan waar de Duitsers zaten. En dat is dus, je moet je voorstellen dat soms zelfs in één huis er zowel onderduikers zaten als Duitsers. Ja. Dus, En inderdaad hier heel kort op elkaar. Hè? Ja. Dus mensen waren bijna te horen door Duitsers. Als je zo in hetzelfde huis of in dezelfde... bijna op dezelfde plek zit. Ja. Dus het gebeurde allemaal in het was een heel keten aan hoe deze mensen voeding kregen en een heel systeem om deze mensen te helpen. Mm-hmm. En dat dus inderdaad in het zicht van de Duitsers zelf. En is ook iets bekend over of mensen ook ontdekt zijn, onderduikers ook ontdekt zijn? Dat weet ik, dat kan ik nu niet zeggen, want er zijn zoveel verhalen daar heb ik nog niet over in kunnen lezen. Maar ik weet wel van de familie Van Spier, die heeft het overleefd. Dus er is een foto waar Eli en Sintje op staan. Dus die hebben het overleefd en ook de ouders hebben het overleefd. Vader is wel kort na de oorlog overleden. En moeder is met de kinderen naar Zeist verhuisd. Dus dat is gelukkig goed gegaan. Dat is goed gegaan, ja. Dus er zijn wel echt wel heel mooie verhalen uit voortgekomen. En er zijn, bekend is dat er 100 onderduikers waren. Zo. En dat waren natuurlijk niet alleen Joodse gezinnen, maar ook... verzetslieden, mensen die niet wilden werken voor de Duitsers, die zochten onderdak, veel jonge mannen. Ja. Ja, dus daar gaan al die vlaggetjes over. En eigenlijk kan het dus dat de eerste tentoonstelling niet helemaal af is, want het kan zijn dat er nog verhalen opduiken. En zo hebben wij bijvoorbeeld een verhaal gehoord van Kaat van Koeverde, die heeft in een boerderij
Het is een jong meisje was het toen. En haar vader en moeder die vingen daar onderduikers op. Ja. In het voorhuis zaten de Duitsers ingekwartierd. Ah. En er is een periode geweest dat er wel 60 man in huis woonden. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ja. 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 Nou, Kaat is nu al wat ouder, maar die kan het nog heel levendig vertellen. Dus die heeft dat echt nog voor ons opgeschreven. En ik kan me voorstellen dat dus de mensen die dit gaan zien, dat er toch nog verhalen boven komen. Dus er zijn extra vlaggetjes. Ja. En dan hopen we naast deze boeiende verhalen, dat we misschien toch nog wat adressen erbij krijgen. Waar staan we hier nu? Ja, dit is ook een van de schuilplekken, maar ik ga niet alles weggeven. Dus die mogen mensen zelf komen ontdekken. Ja. En dat kan vanaf 4 juni. Dus, 4 juni gaat het museum open? Ja, wij gaan van donderdag tot en met zondag open. En, ja. En dan moeten mensen wel even vooraf reserveren. Ja. Want dat is verplicht. Ook met een museumjaarkaart. Je mag uiteraard gratis naar binnen. Ja. Alleen wel eventjes je tijd vermelden bij je reservering. Dus dat kan online? Ja, dat kan online. Ja. Nou.